Je ziet ze wel eens staan, langs de kant van de weg. Of bij een spoorwegovergang. Je ziet ze ook wel eens midden in een weiland. Treinspotters. Vandaag zijn we bij de spoorwegovergang in Hattemerbroek. Hier hebben we afgesproken met twee jonge treinspotters, Enrico en Sarah. Hey, Enrico en Sarah. Kunnen jullie wat meer over jezelf vertellen? Ik ben Enrico Broekhuizen en ik hou van treinen. Ik ben 12 jaar oud. Ik ben Sarah en ik ben 13 jaar en ik ben ook treinspotter en kom ook uit de Loog. Ja, Dolieme! Oh. Dit is de Dolieme. Wat is er nou zo bijzonder aan deze trein? Ja, nou, normaal komt ze hier niet rond deze tijd van mij. Dus, en dit is een extra... Ja, dit is extra. Hij komt extra, dus dat is wel bijzonder. En vertel eens, sinds wanneer spotten jullie al treinen? Ik ben ongeveer 2,5 jaar treinspotter. 2 of 3 jaar geleden ben ik er een keertje mee begonnen en toen vond ik het leuk. Ik nu ongeveer 1,5 jaar ben ik nu treinspotter. Want een vriendje had me meegenomen naar het station en toen vond ik het leuk. En nu, ja, nu spot ik heel vaak. En wat is er nou zo leuk aan treinspotten? Je krijgt eigenlijk gewoon een kick als je dan een trein ziet. En als je een beetje weet wat voor treinen er rijden. En dan weet je dat het bijzonder is of zo. En ja, dat is eigenlijk het leukste. Waarom staan we hier al om 8 uur 's ochtends? Nou, we wachten op de Coevorden shuttle. Die komt uit de Kijfhoek. En die gaat naar Coevorden, zoals de naam al zegt. En dat is een goederentrein met containers. Ik hoop dat die mooi lang is, dat die goed beladen is. En dat de video een beetje lukt. En staan jullie hier nou vaak op te spotten? Het is nu best wel koud, maar we staan hier alsnog. Omdat ja, normaal gesproken zitten we op school. En we zijn niet echt zo vaak door de week vrij. En dan kunnen we dus niet zo vaak filmen. Hey Rico, wat is jouw lievelingstrein? Mijn lievelingstrein is de DDZ. Een dubbeldekker. Het is, wordt vaak gebruikt als sprinter, maar het is eigenlijk bedoeld voor een intercity. Ik vond hem toen ik klein was eigenlijk al mooi, omdat hij vaak bij mij in de wezen reed. Dus de trein waar het allemaal mee begon. Letten jullie wel op? Komt die? Ja, dat is hem. Oh nee! Nee! Meen je dit? Nou, doe het wel zo. En? Ja, ik wilde net een foto maken en toen toeterde die, dus ik schrok nogal. En ja, hij was wel mooi. Hij was niet heel erg beladen, ze had een paar gaten in, dat was wel jammer. Maar hij was wel mooi. En wat doen jullie na het treinspotten? We willen de cabine bouwen, omdat ja, de voorkant van de trein de machinist zit, dus daar wordt eigenlijk de hele trein bediend. Ja, dit is een project van ons, daar zijn we een poosje geleden mee gestart. En dan hebben we gewoon stapje voor stapje zijn we bezig geweest met metertjes en zo. Om dat allemaal hierop te zetten, maar we zijn nog lang niet klaar. We hebben nog heel wat te doen. Oh ja? Zoals wat dan? Hier moeten nog heel veel knoppen komen. En hieronder ook. En hier moet nog een ja, soort vierkant blokje komen. En hier moeten ook nog heel veel hendeltjes komen. En dat hebben jullie helemaal zelf gemaakt? Ja, we hebben ja, bijna alles zelf gemaakt. Dit heeft mijn vader gemaakt en dit ook. Voor de rest hebben we alle knopjes en de metertjes er wel zelf op gemaakt. En als die nou af is, wat dan? Als die af is, dan gaan we de laptop of computer of iets erachter zetten. En dan, want op YouTube heb je machinisten en die filmen dan vanuit de cabine. En dan zetten we er dan voor dat we dan een beeld hebben van hoe alles eruit ziet en zo. En dan gaan we doen alsof we de trein besturen. Dat ziet er best echt uit. Hebben jullie er ook geluid bij? Ja, we hebben wel een toeter. En wat is nou geen hobby van je? Nou, ik denk make-up, dat is echt verschrikkelijk. Voetbal lijkt me echt niks aan, want ja, je moet er een beetje tegen een bal aantrappen, maar ja, dat is het. Dus volgens mij moet het helemaal goed komen met deze twee machinisten in spe. Hier loopt het in ieder geval op rolletjes.